Kijkers van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus: multifunctionele centrum voor ontwikkeling van inheemsen, gesprek met Bibus-directeur Truideman over COVID-protocollen, fragmenten van de regeringspersconferentie en Nationale Antidrugsraad constateert toename drugsgebruik in Paramaribo. In een gesprek tussen president Chandrika Prasad Santokhi, vertegenwoordigers van stichting Superliga der Tucayana en enkele regeringsfunctionarissen is de informatie bekendgemaakt dat er een multifunctionele centrum zal worden neergezet. Dit centrum zal als centraal punt dienen voor de stichting om projecten te coördineren naar het veld. Bureau Eenheid zal in opdracht van het staatshoofd deze samenwerking verder monitoren. Tijdens deze meeting waren minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer en minister Parmanant Sjoerdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij ook aanwezig voor verdere afspraken voor de uitvoer van de projecten op agrarisch gebied. We waren eerder bij de president en we hebben dus voor vandaag afgestemd om met onze projectteam aanwezig te zijn om dus verder af te stemmen met betrekking tot de projecten die we dus op schema hebben om ze verder uit te werken samen met de desbetreffende ministers. En ik denk dat dat wel goed is gegaan. Over welke projecten gaat het precies? Nou, het zijn agrarische projecten. Die moeten dan verder uitgewerkt worden. We moeten eerst gaan kijken welk gewas precies. Je kan ananas doen, je kan marcousa doen, cassave, pomtaya. Maar we moeten afhankelijk van deze grondonderzoek, hè, dan gaan we weten welke richting we opgaan. En daarvoor hebben we dus dan ook afgestemd om dus dat een multifunctioneel gebouw op te zetten. Om dus van daaruit centraal een aantal zaken te coördineren naar het veld eigenlijk. En dat zit op schema. Wat is de reden geweest voor dit initiatief, voor deze ontwikkeling voor de inheemse dorpen? Oké, we hebben dus in de afgelopen periode gemerkt dat eigenlijk weinig getrokken is. Dat is die analyse die wij hebben gemaakt. Want we vinden zelf dat er weinig getrokken is en weinig, niet optimaal, laat me het zo zeggen, gedaan is met betrekking tot echt het weerbaar maken van inheemse. Ja, dus zo in het. Wij hebben gedacht van oké, we gaan dan helpen. Niet dat we mensen gaan bespreken of organiseren, nee, we gaan mede helpen. Ja, zij hebben waarschijnlijk een richting gekozen, hebben ook iets gedaan in het kader van inheemse. Maar we dachten van oké, we hebben de mogelijkheid om te trekken. We hebben de mogelijkheid om een aantal zaken te doen. En van die mogelijkheden gaan we dan gebruik maken. Er is een mogelijkheid, de president heeft ons uitgenodigd in het kader van een aantal zaken die voorheen zijn gebeurd natuurlijk. En dat gaan we dan gebruiken om te kijken hoe ver we de mensen kunnen helpen in het kader van die weerbaarheid. Er is een vervolgmeeting geweest op een meeting welke eerder geweest is tussen de president en, laat me even de naam goed lezen, Stichting Superliga der Tucayana. Het is een inheemse organisatie welke streeft naar een stukje duurzame ontwikkeling voor het binnenland.
En natuurlijk komt daarbij ook de agrarische ontwikkeling bij kijken, vandaar dat ik erbij ben gehaald. En collega Pokkie van Grondzaken, die is er ook bij voor, natuurlijk voor een stuk perceel welke nog in orde gemaakt moet worden. Zij streven ernaar in eerste instantie om een multifunctioneel centrum neer te zetten ergens aan de Afubakaweg. En van daaruit willen ze dan opereren richting de inheemse dorpen daar in de buurt. En Powaka en Mata, noem maar op. En wij zijn gevraagd als LVV om daar ondersteuning bij te bieden. Er zijn diverse gewassen genoemd welke ze verder zouden willen ontwikkelen. En een paar ervan, het gaat om cassave, het gaat om een ananas, het gaat om een, marcousa. En wij hebben know-how in huis wat LVV betreft. Dus de afspraken die nu gemaakt zijn, is dat we versneld gaan werken aan een projectdossier ten aanzien daarvan. Een projectdossier op een niveau welke we zo zouden kunnen aanbieden aan donateurs. Maar ook misschien een fondsen welke momenteel beschikbaar zijn of nog vrij zullen komen. Dus dat zijn de afspraken welke we gemaakt hebben. Dus nu gaat er een team werken aan zo'n dossier. En we hopen binnen een paar weken dat ready te hebben. Om dan op zoek te gaan naar de financiële middelen. De aanhoudende coronapandemie zorgt voor enorme beperkingen in het personenverkeer via het luchtruim. Het in- en uitreizen van essentiële groepen en personen wordt toegelaten op basis van vastgestelde regels en procedures. In een vraaggesprek met de Communicatiedienst Suriname geeft Luciano Treudeman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan wat de geldende regels en procedures zijn. Inderdaad zijn er nieuwe regels vanaf 22 december vorig jaar uitgevaardigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Voor wat betreft mensen die naar Suriname moeten reizen, de zogenaamde repatrianten. Maar ook andere mensen die voor essentiële diensten hier moeten zijn. Ik denk dan aan artsen. Ik denk aan mensen die essentieel zijn voor het blijven draaiende houden van bedrijven. Mensen die dringend terug moeten komen vanwege een sterfgeval of iemand die ziek is. Maar ook mensen die in het buitenland zaten, maar terug moeten komen. Dus dat zijn echt de repatrianten die hier wonen. De Surinamers, maar ook de ingezetenen. En dan denk ik aan mensen met een PSA-kaart. Ik denk aan onze eigen Surinaamse staatsburgers. Dus de mensen met de Surinaamse nationaliteit. En mensen die hier werken of hier wonen met een verblijfsvergunning. Dat zijn allemaal de mensen die naar Suriname, dus de categorieën van mensen die naar Suriname mogen komen. Verder weten we ook dat er mensen zijn die voor bedrijven hier komen werken op de boorplatformen, platforms. Mensen komen voor het ziekenhuis werken. Vooral nu in deze pandemie hebben we veel artsen, maar ook zorgpersoneel die van buiten uitkomen. Maar ook mensen die voor bepaalde ingrepen hier moeten zijn, de specialistische ingrepen, die mensen komen ook. Voor die hebben we een speciale regeling getroffen. Vanaf vorig jaar komen artsen, hebben artsen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale regeling dat ze kunnen komen. Dus de ziekenhuizen melden ons en dan kunnen ze komen. Verder hebben we ook in dezelfde kader hebben we ook voor de mensen die moeten uitreizen een reisbeperking opgelegd. Waarom? Omdat iedereen die weggaat een potentiële persoon is die een repatriant wordt voor ons. Als het luchtruim zou mogen sluiten vanwege een verslechterde situatie in Suriname, dan kan het besluit worden genomen om het luchtruim helemaal volledig te sluiten. Wat we natuurlijk niet willen. Dus we raden het, of we moedigen het niet aan. We ontmoedigen het eigenlijk om mensen die naar het buitenland moeten, dus dat die kunnen gaan. Het is niet iets dat noodzakelijk is. Als het noodzakelijk is, dan wel, maar voor vakantiedoeleinden zeggen we liever niet. Dat ontmoedigen we ten zeerste. Maar natuurlijk moeten er mensen heen en weer reizen.
Je hebt, zoals ik het al eerder zei, mensen die voor zaken moeten zijn in het buitenland, die niet kunnen omdat ze verplichtingen hebben. Dat zijn dus, die mensen kregen dan ook de toestemming van Suriname om af te reizen. Daarnaast heb je ook mensen die voor studie weg moeten, omdat ze al lang verplichtingen hadden. Ze waren hier op vakantie in december en terug moeten voor studie. Natuurlijk, wanneer je weg moet, zou je zeker zelf moeten nagaan wat de inreisbeperkingen zijn van het land waar je naartoe moet. Daar gaat het ministerie jou niet kunnen assisteren in het verkrijgen van dus goedkeuring om in een land te komen. Ik geef maar bijvoorbeeld aan Nederland. Om in Nederland aan te komen heb je twee categorieën van mensen die kunnen komen. Mensen die vanwege humanitaire redenen naar daar moeten. En mensen die vanwege werk en andere gerelateerde zaken daar moeten zijn. Maar ook mensen die gewoon op doorreis zijn kunnen via Nederland op doorreis. Maar dan heb je natuurlijk ook de PCR-test die je nu moet doen voor Nederland. Ook voor Suriname trouwens geldt dat. Als je naar Suriname komt, moet je een PCR-test overhandigen voor niet ouder dan 72 uur. Verder moet je in het bezit zijn van een ziektekostenverzekering die voornamelijk COVID dekt. Als dat niet het geval is, als je het niet hebt, omdat het land waar je bent niet zo'n verzekering afsluit, kan je natuurlijk ook een verklaring hier tekenen dat je instaat voor alle kosten die gemaakt zullen worden in verband met een mogelijke ziek zijn van jou hier in Suriname en de verzorging die je daarna nodig hebt. Verder moet ik ook aangeven dat vanaf 22 december vorig jaar we een aantal vluchten hebben geassisteerd hebben met een aantal vluchten voor de uitvoering. Daarmee wil ik zeggen, de mensen registreren zich en wij plaatsen de mensen op de vluchten. Zoals je weet zijn er nu twee vluchten naar Nederland. Er zijn een paar vluchten naar Miami. Er zijn een paar vluchten van Miami uit naar Guyana en naar Paramaribo. Maar we hebben ook vluchten uit Belém. We hebben ook vluchten uit Curaçao, Aruba. Dus alleen al is het een drukte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om al deze aanvragen af te handelen. De Surinaamse regering heeft op 13 januari 2021 haar reguliere persconferentie gehouden, waarbij de stand van zaken omtrent verschillende ontwikkelingen zijn gepresenteerd. President Chandrika Persat Santokhi heeft een uiteenzetting gegeven van de huidige financiële situatie en de acties die de regering onderneemt om de economie te herstellen. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk en enkele ministers hebben het een en ander rondom actuele vraagstukken belicht. In Focus presenteren wij u fragmenten van minister Amar Ramadien van Volksgezondheid en minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat de scholen 18 januari opengaan is niet definitief. We wachten even de maatregelen af in het weekend. Wat zeker is, is dat onze scholen 2 tot 3 dagen de kans krijgen om zich voor te bereiden om open te gaan als in het weekend besloten wordt dat ze open mogen. Dus men hoeft niet bang te zijn dat we bijvoorbeeld zaterdag zeggen dat we maandag kunnen beginnen. Dat gaat niet gebeuren. Als zaterdag besloten wordt we kunnen open, krijgen de scholen gegarandeerd 2 tot 3 dagen om zich voor te bereiden om weer open te gaan. Afstuderen op de universiteit. De universiteit heeft voldoende onderwijskundigen om creatief om te gaan met nieuwe vormen van assessment, nieuwe vormen van afstuderen. Dat stuk doe ik voor de middelbare scholen en voor de lagere scholen. De universiteit kan het zelf aan. Als het ze niet lukt, gaan we ze wel helpen. Dan is er een kwestie van digitaal onderwijs. Ik wil uit de wereld helpen dat wanneer iets technologisch mogelijk is, dat het ook toepasbaar is in het onderwijs. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Technologisch is alles mogelijk. Het probleem dat je hebt is dat maar 20% van het onderwijs, van de onderwijspopulatie ermee weet om te gaan. En we hebben hier te maken met een populatie van ongeveer 150.000 mensen, waarvan ongeveer 17.500 in de staf. Dus het gebruik ervan gaat nog even duren. In die tussentijd maken we gebruik van andere, zowel van de technologie, daar waar het mogelijk is, sowieso.
maken we daar gebruik van waar het mogelijk is, maar we laten niemand achter en daarom differentiëren we. We gebruiken ook de televisie en we gebruiken ook de radio en alle andere vormen van nieuwe vormen van onderwijs. Ik denk dat ik daarmee alle vragen beantwoord heb. Dank u wel. Tot slot nog de minister van Volksgezondheid. Ja, met betrekking tot de vraag, als er een beroep gedaan gaat worden op specialisten uit het buitenland, of artsen uit het buitenland, mag ik u zeggen dat wij een gefaseerde human resource opschalingsplan hebben. We zijn in ieder geval bezig al onze lokale resources aan mankracht uit te putten. Sowieso de artsen in opleiding, de assistentartsen, de co-assistenten, maar ook de medische studenten die voor de randfaciliteiten moeten zorgen, namelijk die ook ingewerkt worden in het systeem. Uiteraard zal op basis van de rapportages uit het veld, uit het klinisch veld, gehandeld worden. Er was ook inderdaad in de vorige golf een samenwerking, een luchtbrug met de Nederlandse specialisten. Ook daar zijn we bezig om een beroep te doen weer om dit weer van de grond te krijgen. Maar u weet dat ook in Nederland de situatie niet al te gunstig is en dat uiteraard ook de krachten die werden gegeven vanuit die samenwerking in Nederland worden gebruikt. Maar we doen er alles aan en ook onze reguliere artsen, we hebben vandaag een oproep gedaan vanuit het ministerie aan alle particuliere artsen of huisartsen om tegen vergoeding ook in de COVID-zorg te participeren. Dan wil ik graag even het antwoord geven in navolging of in van het antwoord van de vicepresident. Mag ik u zeggen dat los van het feit dat de kaarten zijn verlengd, wordt er vanuit de regering ook gekeken naar een revisie van de basiszorgwet. En een van die aspecten, want het ging met name denk ik om het feit dat enkele medicamenten en producten uit het zorgpakket niet voldoende waren, of althans niet door apotheken of instellingen worden vergoed. Dat wij hebben geconstateerd dat een revisie van het zorgpakket, ik zal het even weghalen, een revisie van het zorgpakket, met name medicamenten en producten, ook noodzakelijk is. De huidige wet heeft veel praktische problemen. Er is veel verspilling, maar we vinden dat wij weten ongeveer dat met goede, efficiënte verandering van de wet, dat je meer middelen hebt die je ter beschikking hebt om beter te besteden voor de patiënt. Het vraag met betrekking tot het Nationaal COVID-vaccinatieplan en hoe wij daaraan zullen werken met betrekking tot de bewustwording en de kijk. Ik mag u zeggen dat aanstaande vrijdag op het ministerie van Volksgezondheid, waarvoor u nog een uitnodiging kreeg, en een presentatie is of een uitleg is over een enquête die is gehouden vanuit de universiteit, de medische faculteit, waaraan pakweg 2500 personen hebben deelgenomen. En er is gekeken naar informatie en de kijk op het COVID-vaccin vanuit de Surinaamse burger. En daar zijn wat interessante resultaten uitgekomen. We zullen de onderzoekers van de universiteit vragen om vrijdag aanstaande een uitleg te geven over de enquête. Inmiddels kan ik ook verklappen, kreeg ik net binnen, dat wij onze registratiecommissie voor geneesmiddelen deze week hebben gevraagd om te kijken naar een goedkeuring van het en de veiligheid van het Pfizer-vaccin voor COVID. En ik kreeg net de mail binnen dat de registratiecommissie een positief advies geeft aan de regering om een importvergunning te verlenen aan voor het Pfizer-vaccin voor COVID. Dat betekent dat deskundigen uit Suriname inmiddels ook content zijn met het gebruik van Pfizer-BioNTech-vaccin op de Surinamer. Maar in ieder geval zijn we in dat proces nu, omdat u weet dat we uiterlijk 18 januari een deadline hebben waar wij aan enkele voorwaarden moeten voldoen, willen we nog in de eerste ronde van verdeling van het vaccin, met name voor de gezondheidswerkers, meedoen. Want de regio wordt in de eerste week van februari voorzien van een klein percentage van de populatie aan vaccins. Met betrekking tot de zorg in het achterland kan ik u aangeven dat het ministerie onder leiding van mij
in de eerste week van februari een werkbezoek brengt aan het boven Suriname gebied, waar ik mij ook persoonlijk zal oriënteren, niet alleen op COVID, maar ook op de algehele reguliere gezondheidszorg, omdat wij veel rapportages kregen, dus ik vond het noodzakelijk om ook in het gebied persoonlijk aanwezig te zijn om mee te vergewissen. We zullen enkele dorpen te bezoeken. Ladouani, Jojo. Er zijn een aantal dorpen die wij gaan bezoeken waar polyklinieken zijn van de medische zending. Dus ik zal u na het werkbezoek een beter beeld kunnen geven van wat wij hebben geconstateerd. Ik denk dat ik het voor nu heb gehad. Nog voor zaterdag zal het ministerie van Volksgezondheid in een aparte persconferentie ook een beetje de focus op COVID-19 leggen en ook de maatregelen. Dus u zult me weer op korte termijn ter beschikking hebben voor vragen. De Nationale Antidrugsraad maakt melding van een toename van drugsgebruik in Paramaribo. De toename is te wijten aan verschillende factoren die gerelateerd zijn aan de huidige COVID-19 situatie. In gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft onderzoeker Sabrina Rutaram een uiteenzetting van de verschillende factoren en de onderzoeksresultaten. Infectieziekte en COVID-19 veroorzaakte ongekende uitdagingen voor onze gezondheidszorg en samenleving. Het is een ingrijpende gebeurtenis die gevolgen met zich heeft meegebracht voor een ieder. Onder de getroffen kwetsbare groepen bevinden zich ook mensen met een middelenafhankelijkheid of een verslaving. Personen met een verslaving blijven een onderschatte en een weinig geholpen groep, voornamelijk vanwege stigma. Veel van dit stigma is gebaseerd op een onjuiste overtuiging dat mensen met een verslaving een zwak karakter hebben en ze daardoor slechte keuzes maken. Terwijl het bewezen is dat het gaat om veranderingen in de hersenen. Het gaat dus om een hersenziekte. Drugs worden soms gebruikt om negatieve gevoelens, negatieve emoties, om daarmee om te kunnen gaan. Tijdens deze coronacrisis kregen veel mensen te maken met extra spanningen en negatieve emoties, zoals angst, frustratie, onmacht, vrijheidsbeperking, een verveling. Extra stressoren en negatief emotioneel welbevinden kunnen leiden tot meer middelengebruik en wat weer kan leiden tot een verslaving. En bij degene die herstellende zijn, kan het leiden tot een terugval. Bepaalde activiteiten zoals gokken kan ook leiden tot een verslaving. De Surinaam Epidemiologisch Netwerk voor Drugsgebruik, Surendu, heeft een onderzoek gedaan naar onderverslaafden in de periode 3 augustus tot en met 15 september vorig jaar, om na te gaan of er veranderingen zijn opgetreden in het gebruik van drugs. We hebben wel kunnen vaststellen dat er een verhoging is van alcohol, marihuana en crack cocaïne gebruik en ook tabakgebruik. De resultaten zijn gedeeld met de stakeholders en onze directe stakeholders zijn de behandelinstellingen voor verslavingszorg. Het is ook gepubliceerd en we hebben een meetings met de stakeholders en we ondersteunen de stakeholders zoveel mogelijk om beleid te maken op het gebied van om evidence-based beleid te maken naar de bevindingen van het onderzoek. De verslavingszorginstellingen momenteel zijn geregistreerd bij ons een polykliniek verslavingszorg van het Psychiatrisch Centrum Suriname, Stichting De Stem, Stichting Geloof en Nieuw Leven en Stichting Victory Outreach. Ook een Stichting Liefdevolle Handen. Zeker wel, Psychiatrisch Centrum Suriname is een overheidsinstelling. De bedoeling is dat de stakeholders deze bevindingen meenemen en programma's erop gooien. Vooral preventieprogramma's. De bedoeling is dat het preventieprogramma's moet stimuleren.
om in te kunnen spelen aan de verslaafden. De instellingen voor verslavingszorg zijn nu op dit moment ook, worden nu ook geconfronteerd met die uitdagingen van de COVID-19 maatregelen. En ze proberen om met hun, je kan zelf zeggen dat ze hun eigen middelen, hun bronnen nu aan het uitputten zijn om die zorg te kunnen continueren. Dus we kijken even wat we kunnen doen nog voor die instellingen. En eigenlijk zitten de instellingen in een soort afwachtende houding. Ze geven wel ambulante zorg, waarbij ze patiënten of cliënten niet opnemen. Maar iedereen wacht even af, zodat ze hun eigen bronnen niet uitputten. De deelnemers die hebben meegedaan aan het onderzoek, een aantal hebben aangegeven dat zij een verhoogde consumptie hebben vanwege een stressfactoren, extra stressfactoren. Eenzaamheid, verveling, ontbreken van regelmaat. Dat waren de belangrijkste factoren die zijn aangegeven waarom zij een verhoogd gebruik hebben. Ja, men gebruikte. Men kan overgaan tot een verhoogd gebruik van drugs, waaronder alcohol en tabak. Vanwege die extra spanningen die de COVID-19 maatregelen op de situatie veroorzaakt. En mensen die drugs gebruiken soms ook drugs als gevolg van het om te kunnen gaan met negatieve emoties. Dus die extra spanningen en dat negatief emotioneel welbevinden kan maken dat men meer drugs gaan gebruiken. Mensen die niet verslaafd zijn, kunnen een verslaving ontwikkelen. Mensen die die herstellende zijn van een verslaving, kunnen een terugval krijgen in verslaving. Dat zijn die complicaties. Ja, het is zeer belangrijk om tijdens deze coronacrisis ook extra aandacht te hebben voor mensen die middelen gebruiken. En mensen die lijden aan middelenafhankelijkheid. Om die ontwikkelingen van een verslaving, en terugval te voorkomen. Familie, naasten, vrienden en andere vertrouwenspersonen moeten hun ondersteuning aan deze personen niet verwaarlozen. Praat over het gebruik als je dat herkent. Zoek hulp bij een deskundige, bij een verslavinginstelling en praat erover. Voor degenen die herstellende zijn aan middelengebruik, blijf contact onderhouden met je begeleider van de instelling, van de behandelinstelling. Als je merkt dat je in een risicosituatie zit waarbij je zou terug kunnen vallen. De instellingen voor verslavingszorg zullen de hulpverlening niet mogen onderbreken zodat deze personen ontstoken worden van adequate hulpverlening. Alhoewel deze instellingen worden geconfronteerd met de uitdagingen van COVID-19, waarbij ze hun bronnen zelf kunnen uitputten, dat moet ook voorkomen worden. En Surendo zal de trends van drugsgebruik blijven monitoren en dat de bevindingen delen met de samenleving en de stakeholders. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.